In Almere worden volgende week de internationale Youth Games gehouden. Het is een sportief en cultureel uitwisselingsevenement voor de partnersteden van Almere. Sportverslaggever Han Dijkstra blikt vanuit Topsporthal in Almere vooruit op de Youth Games. Ja, het is de bedoeling dat er een hele week feest is voor jeugdsporters. Stefan Marlijn, jij bent de voorzitter van de Youth Games. Trots dat het weer kan. Absoluut. Na 2 jaar geen jeugdspelen is het fantastisch dat we in 2022 weer de International Youth Games kunnen gaan organiseren. Ja, maandag gaat het beginnen. Nog veel voorbereidingen? Moet u nog veel doen? Nou, ik denk dat we goed alles op orde hebben. Maandag gaat het echt beginnen, maar de sporters komen zondag aan. Veel mensen kennen natuurlijk wel de Youth Games, maar de mensen die het niet kennen, hè, wat is dat nou precies? De International Youth Games is een uitwisseling tussen Almere en haar partnersteden, waarbij sport in de regel de verbindende factor is. Daarnaast hebben we een cultuurprogramma. De kinderen slapen in het beginsel bij de gastgezinnen. En het primaire doel eigenlijk van een jeugdspeler is dat kinderen andere culturen leren kennen, vriendschap maken en veel plezier hebben in die week. Ja, zou je het een beetje kunnen vergelijken met de grote Olympische Spelen, zoals de mensen dat kennen? Ja, in feite wel. Alleen is het voor ons de prestatie niet het hoofddoel. Voor kinderen wellicht wel. Voor ons is vooral de uitwisseling het belangrijkste. Dat mensen in contact komen met andere culturen. Nu zijn de Youth Games een paar jaar niet gehouden in verband met corona. En dit jaar is het een volwaardige Youth Games, kun je het zo noemen? In die zin dat we wel als volwaardig hebben georganiseerd. Maar het is wel kleinschaliger dan de voorgaande jaren. En dat is echt wel het na-effect van de corona. Wat zijn dan die na-effecten? We merken dat heel veel kinderen afgelopen jaren zijn gestopt bij de sportverenigingen. De sportverenigingen hebben echt moeite om kinderen te vinden die mee kunnen doen. Dat merken we zowel in Nederland als in het buitenland. Dus het aantal kinderen is gewoon minder. En daardoor hebben we ook helaas minder sporten dan gebruikelijk. Ja, jullie hebben dus last van het feit dat kinderen gestopt zijn met sporten? Ja, absoluut. Ja, en dat is ook in Almere zo het probleem? Ja, het is in Almere een probleem. We merken gelukkig wel, althans we krijgen de signalen van de sportverenigingen, dat de kinderen wel weer langzaam terugkomen. Maar dat is te vroeg voor deze International Youth Games. Ja, kun je een vergelijking geven met andere jaren dan? Wat is het verschil in aantal? 4 jaar geleden, in 2018, deden we er ongeveer 500 kinderen mee in Almere. En nu zitten we op 225, 250. Dus ongeveer de helft. En ook het aantal sporten is ongeveer de helft ten opzichte van 2018. Ja, dat is een probleem dus bij de jongeren. De jongeren willen misschien vaker wat gamen thuis en zitten binnen. Moesten natuurlijk ook binnen zitten. Willen jullie ook een beetje met dit evenement toch de sport weer wat bij de jeugd stimuleren? Ja, we willen eigenlijk met dit evenement inderdaad weer opstarten. De makkelijkste weg was voor ons geweest om het te annuleren. Maar uiteindelijk moet het toch weer worden begonnen met de International Youth Games. Het motiveert ook weer de kinderen om weer mee te gaan doen, om te gaan sporten. En daarom hebben wij besloten om toch te gaan organiseren, ondanks dat het aantal misschien beperkt is ten opzichte van het verleden. Ja, is er sprake van geweest dan dat jullie misschien zouden kunnen zeggen, we doen het maar niet dit jaar? Ja, we hebben de beslissing om het door te laten gaan echt heel lang uitgesteld. Iets waar we het in januari nemen. En uiteindelijk hebben we pas in maart definitief besloten dat we doorgaan in overleg met de partnersteden uit het buitenland. Uiteindelijk moet een stad zijn wie het als eerste weer begint. En hoe langer je natuurlijk, hoe vaker je het annuleert, de jeugdspelen, hoe moeilijker het ook weer wordt om het op te starten. Ja. Janne van der Schalie is hier ook van het bestuur. Zij regelt vooral onderdak voor de sporters. Janne, kun je uitleggen hoe moeilijk was het dit jaar om de sporters onder te brengen in Almere? Nou ja, het was dit jaar toch wel een beetje een probleem. Wij stelden wel een beetje eis aan alle sporters om zelf kinderen onder te brengen die uit het buitenland komen. Het is helaas niet bij iedereen gelukt. Dus we hebben een alternatieve locatie moeten zoeken. Het scoutinggebouw hier in Almere Haven. Waar toch wel een aantal sporters ondergebracht moeten worden. Ja, waar komen ze allemaal vandaan eigenlijk? Ze komen uit Lancaster, Engeland. Aalborg, Denemarken, Rendsburg, Duitsland en Rathenau ook in Duitsland. Ja, stond iedereen een beetje te springen? Want ik kan me ook voorstellen, corona natuurlijk in de wereld geweest, maar is er nog steeds? Dat mensen zeggen, ja, toch liever maar niet dit jaar. Nou ja, daar hebben we lang over getwijfeld. Het was natuurlijk, wij beginnen eigenlijk al in het najaar te organiseren. We hebben lang getwijfeld om echt een go te geven. We wilden eigenlijk in januari al zeggen, jongens, gaan we doen ja of nee. Ook naar het buitenland natuurlijk. Maar uiteindelijk hebben we in maart toch besloten om het door te laten gaan. Ja, maar wat waren de reacties van de ouders? Ja, die corona, hè, dat is toch wel het grote item voor ons. Ook natuurlijk de komende week. He, wij hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. We houden ons ook aan de RIVM-maatregelen. Maar ja, wij kruisen onze vingers dat iedereen weer gezond en wel vrijdag de bus ingaat en weer naar huis. Ik wil nog één dingetje toevoegen.
hou onze Facebookpagina in de gaten. Daar staat al onze informatie op. Dus ook dat proberen we ook zo up-to-date mogelijk te houden. Ja, van de Youth Games. Okay. Van de Youth Games. Goed zo, dankjewel. Jenny van der Schalie, heel veel succes met de Youth Games. Ja, volgende dankjewel. Week. Han Dijkstra was dat in gesprek met twee organisatoren van de internationale Youth Games. Volgende week dus in Almere.